Hallo, fijne mensen. Het is 1 minuut voor 12. En we hebben nog genoeg koffiezon nog open. Had ik niet verwacht. In de stad. Ik ben vrienden geweest, mate. En ja, shit. Ben je weer al gezeten? 12 uur vrijdagavond, kijk naar huis. Want het is boos dood in die stad. Het is zo realistisch. En tandempje. En de veeuw is nog open. Maar even wat anders. Oh, politie. Oh nee, shit. taxi. Ik zeg, oh ja, shit. Hè. En die jongetjes, met creeps en met die, ja, shit allemaal. En met wapens, ja, moet je bij mij niet zijn. Niet meer, absoluut niet meer. Tenminste, geen vuurwapens. Wapens ook niet, maar geen vuurwapens. Maar, ja, wat ga ik zeggen. Oh ja, ik ga wat zeggen, leuk zeggen. Nou, mijn maat van me. Ja, fighting vet. Ik heb mijn maat Flo, jullie hebben het gezien op mijn YouTube kanaal. Heb ik laatst twee vlogs geplaatst van hem met toen hij rapper was. En ik ken Flo zo'n 7 jaar of zo. Maar ik denk die moet goede zaken waarnemen hebben en zoiets allemaal en zo. Maar dan zie ik zo straks zie je fucking kanaal. Van hem of van Anna weet ik niet meer. Flo 010 of weet zo, ik weet niet meer. Maar met semi-profische clips en zo. Wat duizenden views had. En alles. Ik denk, what the fuck. Maar ja, ik begrijp nou dingen wat meer. Maar ja. Tenminste, althans denk ik dat bepaalde dingen dat daarop komen. Maar goed. Ik weet nog niet of die een halfbroer steen is. Dat zegt hij wel. Ik weet niet. Maar ik denk het wel. Oh ja, trouwens, bij de wei even. Ja, kijk er wat over zeggen. Ik weet het niet. Maar ik, weet je, als je iets niet moet zeggen bij die centies, dan is het André Hazes senior. Een pedofiel noemen. Ik weet het ook. Maar ja, het is wat het is. Rachel was minderjarig. Die was maar 16 toen die André had ermee begon. Dus, ik noem hem een fucking pedofiel. Maar 3 junior. Ja, dat liet je leven, zo vind ik te gek en zo. Maar die jongen, ik wist dat hij in een afkeerkliniek zat en zo. Maar ja, ik wist niet waar hij aan verslaafd was. Ja, nou weet ik waar hij aan verslaafd is. En nou weet ik ook meteen hoe het gebeurd is. En nou valt ook heel veel meer op zijn plaats. Maar goed, laat ik er niet te veel over zeggen. Ik ben morgen de story. Nee, gekheid. Nee, maar daar heb ik wat te vertellen. Ik zei gisteren nog op Facebook, dat we ook eigenlijk vandaag nog had geschreven van morgen een mooie story over Kees Hertog, wat met die rechter uit Den Haag. De serie moordenaar Kees Hertog, tussen aanhalingstekens. Bij wie ik de cel in kon kijken. Hij zat op de Longstee en zo in de Vught. En ik zat op unit 33E. Ik kon zo zijn cel in kijken. En toen kwam die kut vent, die Peter Rudolf Rad de V. De afdekken van kindermoorden. Ja, die komen opeens met shit dat hij kinderporno op zijn cel kreeg. Op een waarde, dat weet ik wel niet allemaal. En toen heeft hij een 3-delige aflevering gemaakt, ja geloof ik. Ik heb het nooit gezien. Maar ja, dat was toen. Dus ja, kut. Toen waren bepaalde mensen wat te warm. En ja, wat ik zeg, ik kon bij hem gedurende lange tijd bij me. Maar dan ben ik kijken bij die poos Hertog. Hij zat op een longstay afdeling. TBS van de Rooise Wissel is dan een vug, geloof ik. Geloof van de Rooise Wissel, ja. En ja, dan komt die Peter Rudolf Gat de V weer. En dan maakt hij dan een 3-delige aflevering over. Want hij had ook zijn rijwijs gekregen dankzij die rechter. Uit Den Haag. En jullie weten wat kinderrechter. Gedaan heeft in Den Haag. Ja. En met Joris D. heeft te maken. Maar dat zei ik gisteren op dingen. Ik zou er vandaag op Facebook zetten, dat verhaal. Ik ga het niet worden vandaag. Morgen denk ik toch wel naar. Ik krijg wat dingen van bepaalde jongens om morgen of Hilversen en zo. Ik denk dat ik wel ga, ik weet nog niet. Ik weet niet hoe laat het wordt, het is nu 12 uur. Ik zie wel. Maar wel, ja, een avond weer. Ja, maar ik, ja, wat ik zeg met die andere, en ik weet dat die andere Hazes goed kende zo, want ja, met dat programma ook.
Ja, het zijn allemaal vogels geworden. En met de gamma ook, met hazes van die tato's. En Flo zit erin en hij heeft zijn tato's in zijn gezicht, laat die weghalen. En ik zag hem 2 jaar geleden of zo weer. En toen was het. Had hij die tato's nog eens gezien, maar ik had er bij op één gezien, die andere hazes. En dan zag ik een foto van Flo, helemaal schoon, zonder tato's in het gezicht. En ik zie hem al, ik zeg, hé hey man, ik dacht je was schoon, ik zeg zo. Nee, zegt hij, was smink. Had ik ook zelf kunnen verdenken natuurlijk dat het smink was, want hij leek ook behoorlijk bruin toen. Maar ja, dat is hoe televisie werkt, had ik ook zelf kunnen verdenken. Maar ja, en Flo, ja. Ja, goed manneke, hij is echt een goed manneke. Maar ja, zijn kalenderleeftijd heeft hij dus niet bereikt. Jammer, ik heb hem geholpen, want hij zit er heel lang over liefdesverdriet in. Dat snap ik ook wel. Maar ja, hij gaat binnenkort naar afkikken, niet de 28e. Ik hoop dat hij het goed doet, want ja, je moet wel met een hoop stoppen. Want... En dat kan je niet zonder hulp, want dan zeg je hartstop. Dat is wat het is. Want de hulpverlening, als je één ding, als je bepaald iets hebt van hun, dan maak je ook aan het volgende verslaafd. En dat is hoe werkt. En in dit geval, heavy. Maar ja, leuk hè. Ja, een flipje. Als ik zeg dat André als een pedofiel is, jongen. En ik moet zeggen, in vrucht toen, ik had nooit nog eens van André als senior geluisterd. En toen kwam het onderwijslokaal in. Ik keer met Bartje Corrent. Bartje zat voor de tweede keer vermoord. Uiteindelijk kreeg hij maar 5 jaar aan TBS omdat hij goed heeft gespeeld. Dan liepen we het onderlokaal, het onderwijslokaal in. We waren het vroeg vandaag. En zaten Adriaan, die had een Nederlands les. Door met het nummer van Adriaan, senior van Kleine Jongen. En hij kende het niet, en Bart ook niet. Nou jongen, hoor dat nummer. We schoten allebei vol, we moesten de gang op. Maar dan neem maar Kleine Jongen. Ja, dat is ook het enige nummer wat ik een beetje ken. En dan had hij nog over Joost Jans, hoe heet hij nee? Floris Jans of weet ik wat. Die gestorven is van kanker veel te vroeg. Ook van Kam en Zwolle is hij geloof ik. Maar ja, dat ken ik allemaal niet, die muziek. Maar hij is een goed manneke. En hij heeft niks kwaads in zich. Hij heeft wat hulp nodig. En dat moet hij accepteren. En daar zijn goede vrienden voor. Want ik heb... Ik heb een hele hoop shit voor hem opgevouwen, weet je. Sommige jongens willen wel, maar die kennen niet, die weten niet hoe. En dan is onkel Ron er ook. En ik ben zo blij dat mijn beste jongen, Gideon, ja, ik doe dit zo fucking goed. Al ben ik het niet eens met die komende oogoperatie. Ik heb er weer aan denken, spuit in zijn oogbal en ja. En ik zei nog, ik zeg, zou je dat wel doen, is de eerste keer niet goed gegaan. Maar ja, hij heeft er vertrouwen in. Maar goed, een ander verhaal. Nog 10 minuten ben ik thuis. Dan moet ik nog een paar mensen appen en berichten sturen, hele shit. En mogen toch maar naar Hilversum denken. Dus NCTV, KL, PD, Korps Landelijke Politie, diensten. De criminele. Nee, ik zeg niet dat een criminele organisatie is. Zeg ik niet. Politie, justitie is geen criminele organisatie. De staat van Nederland is geen corporatie. We hebben ook geen bewindsbejag. Mensen worden wakker. Dat was al sterren gegaan met burgerrechten. Genoeg is genoeg. Doei.